Zo, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Zondagmorgen, alleen. Nu weer op de achtergrond te zien. En ik zit in een andere auto. Geen hardloopapparaat vanuit het bos, of tenminste na het bos. Ik ben vandaag rechtstreeks naar de fitness gegaan. Om de dood eenvoudige reden, ik kon mijn thermoshirt niet vinden. En niet dat het nou zo koud is. Maar ik heb vanwege een nieuwe tatoeage laten zetten. Tatoeage. En ja, ik heb dan zo'n band waar de telefoon in kan. Aan die arm. En ja, dat ging dus niet. Want die is vers. En dat is een bond, zo gezegd. En ja, anders heb je kans dat die open gaat. Of iets dergelijks. Of beschadigd. En dat willen we niet. Dan hoor ik jullie denken van, je hebt nog een tweede arm. Ja, daar zit ook een tatoeage. Maar nee, dat is niet zo fijn met die band. Want die aansluiting zit aan de andere kant. En je kan hem niet op de kop doen, want dan valt de telefoon eruit. Dus het ging gewoon niet. Daar heb ik een keuze gemaakt om maar rechtstreeks naar de fitness te gaan. En bij deze ben ik dus uiteindelijk rechtstreeks naar de fitness gegaan. Dus ja, wel hard gelopen. Niet in het bos. Wel op de loopband en natuurlijk dan wat oefeningen doen. Dus was uiteindelijk best wel top. Ik heb niet alles gedaan, er zit natuurlijk weer in tijd. Als je gaat fitness, kost toch, ondanks dat dan het programmaatje, wij spreken, zijn we wat 40 minuten duurt, ben je toch lang mee bezig met wisselen naar de. Dus het programma aan zich kost 40 minuten, maar daar zijn natuurlijk de pauzes tussen het wisselen van de apparaten niet meegeteld. Dus ja, dan ben je toch altijd gauw weer een uurtje, anderhalf bij zo bezig. Ja, we moeten natuurlijk ook weer gaan voetballen vandaag. Dus moet ik weer op tijd thuis zijn. En zo gaat dat. Dan ga je even lekker scheren, dit douchen, lekker. Nee, ik heb... zoals ik al zeg, ik heb hier een tatoeage laten zetten, een nieuwe. Dat is een... zeg maar een herinneringstatoeage aan mijn moeder, haar lievelingsbloem en de drie letters mam, ja, dat is moeilijk te zien in beeld waarschijnlijk. De drie letters mam die zijn door mijn kinderen geschreven, tenminste één letter per kind. Ik had er toevallig drie, dus ik kom daar goed uit. En ja, en met as gedaan. En dat is op zich in zoverre bijzonder dat het niet veel meer gedaan wordt. Daar blijkt wat ik zeg dat het niet meer mag. Ja, het mag in zoverre, mag het wel. Maar dan heb je bepaalde dingen door. Bepaalde restricties voor, zeggen ze dan altijd. Maar wat het dan is, bij een crematie worden de temperaturen tussen de 12 en 1300 graden gedaan. Nou, dan gaan eigenlijk de meeste metalen gaan daarin kapot, want daar gaat het dan eigenlijk over de mogelijke metalen die erin zitten. Die tussen de as kunnen zitten, waardoor je dan mogelijkerwijs een ontsteking kan krijgen of iets dergelijks. En er zijn mensen die hebben daar dus erge wonden aan overgehouden of iets. En daar zeggen ze van, dat mag niet. Maar nogmaals, als ze het dan op 1300 graden of 1200 graden iets verbranden, dan gaan de meeste metalen gaan wel uit. Het was ook super fijn gemalen, dat zei die tatoeëerder ook, super fijn gemalen. Dus dat was al een groot voordeel. En ik denk dat het ook te maken heeft van hoe dat je uiteindelijk omgaat met de behandeling van jouw tatoeage daarna. Ja, je moet insmeren met vaseline, je moet hem schoonmaken, je moet schoon wrijven, je moet schoon deppen, zover er nog kostjes op kunnen zitten. Regelmatig met zogezegd een vaseline of ik heb dan zo'n skincare dingetje meegekregen van de tatoeëerder zelf. Je zegt van hier zweer ik gewoon bij, deze moet je gewoon gebruiken. Dun laagje erop smeren, niet te dik, want anders dan ga je het te veel afdichten en je moet juist ook een beetje lucht erin laten voor het helingsproces. Ik denk als je je daar een beetje aan houdt, dat is wat ik dus vandaag heb gedaan, door dan niet te gaan hardlopen buiten omdat ik het niet kon bedekken en het dan zeg maar mogelijk kapot kan schuren. Nou, ik denk als je je daar aan houdt, dan kan het eigenlijk niet misgaan, dan moet het gewoon goed zijn.
En ik denk dat dat toch een beetje het vereiste is. Zorg daarvoor dat het goed is. En dat het ook goed blijft. Het is wel iets wat er natuurlijk voor je eeuwigheid op staat. En ik wil het wel iets moois houden. Je ziet ook een heel klein beetje, ik weet niet of het te zien is. Een heel klein beetje gelig nog. Nou, het is natuurlijk donderdag pas gezet. Maar ik ben er wel echt super blij mee. Dus helemaal goed. Nou, ik ben weer thuis. Het praatje zit erop. Heb je dit nou leuk gevonden? Even een duimpje omhoog en even abonneren op mijn kanaal. Dan zie ik jullie volgende week weer terug met een nieuwe praat. Daarentegen hoop ik dan weer dat ik weer vanuit het bos ben gaan lopen. Dan weer richting de fitness of iets dergelijks. Maar het heeft met dingen te maken soms. Nou, in dit geval heeft het met mijn tatoeage te maken. Tatoeage. Het kan volgende keer ook iets anders zijn. Het kan ook zijn dat het weer kloot is. Hè? Dat loopt de sauze. Ja, dan ga ik ga niet graag in de regen lopen. Kijk, als ik aan het lopen ben en het begint dan te regenen, dan is het anders dan wanneer je al van tevoren gaat hardlopen terwijl het regent. Nee, maar goed, daar kijken we volgende week weer. Dus nogmaals zou ik zeggen, duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal. Ja, even dat knopje aanklikken, abonneren. Kost je niks, als alleen dat je dan de filmpjes krijgt te zien. En dan zeg ik, tot de volgende keer. Met de welbekende tjoe.